In Berkel en Schot in Noord-Brabant vestigden de families De Kort en Bertens een nieuw wereldrecord bruiloft houden. Jo De Kort en Piet Bertens vormden samen het eerste bruidspaar. Ad De Kort en Ann Bertens het tweede. En het hield niet op, want achtereenvolgens kwamen nog de paren Annie De Kort en Gerard Bertens, Riek De Kort en Frans Bertens en Tini De Kort met Jan van Haren, die een familielid is van de Bertensen. Zes bruidsauto's brachten hun passagiers eerst naar het gemeentehuis van Berkel en Schot. Dankzij een gedegen voorbereiding slaagde men erin in de trouwzaal verwarring te voorkomen. De paardjes werden één voor één in de echtelijke staat verbonden door de burgemeester, die uiteraard genoeg stof van spreken had. Het twaalftal begaf zich daarop naar Oosterwijk, waar het huwelijk in de Sint-Petruskerk zou worden ingezegend. Enige duizenden toeschouwers vulden het plein en het gebouw tot in de verste hoeken. Voor wie in de kerk waren, was de huwelijksplechtigheid een onvergetelijke gebeurtenis. Weer terug bij de boerderij van de familie De Kort trad men binnen in een kermistent waar de receptie gehouden werd, want het ouderlijk huis was daarvoor te klein. Het was een grote dag voor Berkel en Schot en ook voor Nederland, dat echter spoedig vier van deze ondernemende Brabantse paren zal moeten missen, want die zijn al geboekt voor een emigrantenvlucht naar Canada.